Kom, we zijn klaar op zo'n kaart. Hebben jullie het thuis gebouwd of hebben we het hier gebouwd? Thuis in de garage. Thuis in de garage. Goeie sfeer weer in het rennerskwartier. Het ziet er allemaal mooi uit. Maar nou naar het startpodium. Snel naar Bert. Gaan we kijken hoe onze eerste locatiebouwers het gaan doen. Ik hoop dat jullie het redden. Wie gaat er lopen? Hier Jordan. Ik ga lopen. Wie? Jordan. Jordan, dat ben jij. Oké, dan ga ik jou het stokje geven. En dan mogen jullie wat mij betreft klaar gaan staan. Ik wens jullie heel veel succes. Het zal mij ook benieuwen, Bert, de eerste deelnemers bij dit nieuwe onderdeel Pompen of Verzuipen. 20,1 punten van de jury. Op je plaatsen. Klaar. Voor het nest, de locatiebouwers. En daar gaat die eerste kartonnen boot hier in de haven in Scheveningen. Wat een spannend moment. Want, oh, en dan moet je nog instappen. Ik weet het niet, zal die het houden? Het is karton. Maar kijk eens even. Zeg, dat ziet er goed uit. Een hele comfortabele zitplaats, maar het zit. En het blijft drijven. Nou, drijven, hij is wel erg diep, hè? Zeg nee, hè? Met z'n vieren! Maar dat kan toch niet? Jongens, kom nou! Nanne Zwiep. Heren, op uw plaatsen! Ja. Klaar! Dennis van der Wetering is de leider van de groep uit Enschede. Doe voor het eerst mee. Wil eigenlijk wel eens wat leuks doen en zaten op internet te surfen en kwamen te land ter zee tegen. En dachten, dat is leuk, dat is een klein bootje. Het is een klein bootje. Dennis, Thijs en Harold. En het is altijd weer de vraag, zit er ook voldoende vaart in? Ze zijn vrij rap weg. Want binnen de 20 seconden zijn we ons een beetje met startpodium weg. En nu, dat is een goede loper, zeg. Dat gaat snel. Dat kan heel erg snel gaan. Als je dat evenwicht bewaart. Ja, doorlopen, niet blijven staan. Als je blijft staan, ga je wiebelen. Juist, door. En het kan de snelste tijd worden tot op heden. Want kijk, de boot is er al. Ja, dat één. Nee, één stapje nog. Kom op. Ja, die laatste stappen, die valt altijd tegen. Stok aannemen en bellen. Snelste tijd, 55.17. Voor onze mannen uit Enschede. 2,9 punten van Suzy. Het is ook vrij eenvoudig om te zien, maar het zou wel heel functioneel kunnen zijn. Ja, daar kun je makkelijk opspringen, zeg. En dat allemaal van karton, vergeet dat niet, hè. Maar het zijn die luchtkamers die het mogelijk maken. Het ziet eruit als zo'n waterscooter. Je zit redelijk comfortabel en het zou wel eens snel kunnen gaan. Nu eens kijken wat de loper ervan maakt. Ze doen voor het eerst mee. Weten wel wat water is, want ze gaan als groep regelmatig naar de Sneekweek met een zeilboot. Dus zijn vertrouwd met water. Vikingen, dat zijn thuisbouwers, dat zou wel eens kunnen. Ze komen uit Den Oever, het zijn debutanten. Waar? Kijk, zag je die concentratie gelijk bij dat klaarstaan. Wat is dat voor een gevaarlijke mast, zeg. Wat doen we daarmee, jongens? Ja, dat heb je dan nooit helemaal precies bedacht. Volgens mij hangt die helemaal los, maar de boot is in het water. Het ziet er niet echt stabiel uit, maar ik ben voorzichtig, want er zijn al heel wat van die kartonnen boten naar de bel gegaan. Oh, maar ik heb hier een, ik wou zeggen een hard hoofd in, maar het karton is ook hard. En ze zetten door, ja, dat vind ik goed. Heel goed gedaan, jongens. Gewoon nergens wat van aantrekken en door, hè. Dat zijn echte vikingen, juist. Een schuchter applausje hier in Scheveningen. En wat heeft hij het moeilijk daar, die loper, de schijvenloper. Ja, ik zou maar kruipen als een kikker, dat is veel beter. Want die springt eigenlijk ook, hè, van schijf tot schijf, van blad tot blad. Dat kan nog een heel aardige tijd worden als die mast uit de weg gaat. Dat is slim, zeg. Overhandig en met touw, maar eerst het paaltje. Juist. Gaat-ie. Onderdeel bij te land, ter zee en in de lucht. Makkelijk is het niet, vooral als het bijna verzuipen wordt. De regels zijn heel duidelijk. De loper gaat over de schijven, krijgt een stokje aangereikt en dan mag die bellen. En de kandidaten in de boot moeten proberen droog in de richting van de bel te komen. Het ziet er mooi uit. We hebben nog heel veel kandidaten die optimistisch in hun boot zullen stappen. Pieter Burger uit Sint Maarten met zijn vrienden hebben een geheim wapen. Dat is de dubbele bodem. Ja, dat kan nu. Is toch wel leuk. Met die versiersel wordt het net even wat meer. Gaan we er nog meer in? Ja, ik ben aan alles gewend vandaag. Vijf mannen, ja, vooruit, maar joh, maakt niet uit. Dat zijn locatiebouwers. Attentie! Komen uit Andelst. Er zitten een paar leuke versierselen op en ik moet altijd even voorzichtig inhouden als dat te water gaat. Dat zijn de eerste seconden van de tijd die wegtikt. En hoe kom je op dat bootje? Het is een vlot met een palm. Gaan we met z'n tweeën? Ja, want de loper duwt af en dan moeten de jongens het zelf doen. Even kijken. Lopen kan in alle rust, nou ja, in alle rust. Ja, rust nou. Halt niet te groot, hè, die stappen. En het bootje vaart lekker. Maar de snelste tijd zal dit niet worden. Überhaupt dus even kijken of alles goed gaat. De loper gaat lekker. Ja, pak dat ding, hè. Je zou bijna het stokje vergeten over te geven. Eerder mag er niet gebeld worden, dat zijn de regels. En daar gaat hij. Ruim 40 seconden. En daar zijn de volgende alweer op het podium. Komen uit Bergen op Zoom. De sleutelaars. Deelnemers, op uw plaatsen. Hebben de constructie weer thuis gemaakt.
Jongens en klasgenoten. Oh, dat ziet eruit. Ze hebben wel hele matige kleine zitjes hoor. Daar zit je heel zuinig op. Oh nee, ze gaan op de knieën. Nee hè, hoorde je dat? Heeft deze paddel verloren? Dat schiet lekker op. Nou, dan maar met de handen inderdaad, want de boot heeft wel enige potentie hoor. Die kan snel varen. En dat zou nog wel eens een goede tijd kunnen worden. Nog 10 seconden, jongens. En de loper is er. Die is tijdig vertrokken. Snel met die boot, jongens. Nog 5 seconden. Stokje overgeven. En bellen. En bellen. Daar gaat hij. Ja. 29 seconden. 83 honderdste. Op onze schijven. En je moet voorzichtig instappen. Want anders dan gaat het bij het vertrek al mis. Het levert hele mooie beelden op. Soms kun je uren pompen, hoor. Stokje moet je overgeven. En niet overgooien. En bij de start niet te gretig zijn. Kijk, het karton is er klaar voor, maar de deelnemers vaak niet. Wat hadden deze een pech, hè? Zij krijgen ook de pechprijs vandaag. Maar als vorig jaar heb ik dat niet zo vaak gezien. Maar ja, ze denken het kan, dus gaan we er met z'n allen in. En dan moet je nog een klein beetje tegen die wind in hier in Hellevoetsluis. Ja, en blijven lopen. Je hebt het gezien, hè? Tempo houden. En dan wil het wel. Dat is de enige mogelijkheid. Ja, de loper is heel ver. En dat gaat toch redelijk gelijk op. Dat gaat redelijk gelijk op. Want de boot is ook al heel ver. En weet je, dat is altijd zo gek. Ik zeg er wel eens vaker. Nou, ik wou net zeggen, hij is al zo ver gekomen. Die haalt het wel. Nee, hoor. In het zicht van de haven is het gebeurd. Mac heb dat, 19 punten van de jury. Het betekent, mijn heren. Zijn jullie er klaar voor? Mijn heren, eerst kalm en bedaard. En daarna 1-2 hoepla. Wat een gek ding is dat. Het is weer zo'n vlot, joh. Een plat pakje. Kan zo door de brievenbus. En een redelijk snelle loper, althans, hij gaat enthousiast van start. De groep komt uit Delft. Hij studeert heel rustig. Dat kun je zien ook aan het tempo waarmee ze hier op dit uiterst kleine vlotje gaan met z'n drieën. Het opstappen is reeds een wedstrijdonderdeel op zich. En de loper is even voor zichzelf bezig, maar het is nog helemaal niet makkelijk. Hij gaat. Hij heeft een redelijke diepgang. Een soort volle tanker, dat idee. Hij gaat wel, en ze komen er. En als het stokje maar droog blijft, want dat moet gebracht worden naar de loper. Ja, knap, hij is er. Het zal niet de snelste tijd worden. Het zal niet de snelste tijd worden. In alle rust komen de mannen eraan, Delft. Op dat moment sta je natuurlijk toch te verbijten, want je moet op die schijf blijven. Ja, zie je. Dan glijden er nog af. We gaan er weer een seconde verloren. Maar daar gaat hij. Een redelijke studententijd, nog binnen de anderhalve minuut. Door. Hij gaat niet rap, hè. Het is, en de paddel is nu nat geworden. Nou, ja. Ja, als je op de zijkant gaat zitten, de last van het gaat niet zo, hij snijdt niet zo makkelijk door dat water heen. Maar hij komt er wel. Hij komt er wel. En hoe is het met de loper? Ja, die is er al. En dat kan nog wel zijn. Oh, jongen. Jij ziet het, hè. Het laatste moment is vaak nog heel moeilijk in het zicht van de haven glijden van de schijf af. Nou, daar gaat hij dan. 1 minuut en 12 seconden exact. Ja, daar zijn ze blij mee. Niet te hard juichen. Nou ja, ze stoppen.
God, ze zijn met een hele groep uit. En wat hebben het nou voor zin om de mensen aan de wal te laten staan? Kijk eens hoe goed je loper het doet. Die komt heel ver. We zijn een dikke half minuut onderweg. Kijk, mooi dat. Herstellen van dat evenwicht. Dat vind ik knap. Dat vind ik heel erg knap. Want je moet het maar doen. En wat gaat hij nog redelijk snel, die boot? Ja, met z'n zessen kun je een behoorlijk stukje aandrijven. Over drijven gesproken. Hou hem boven water. Hou hem boven water, jongens. Kijk naar de snelste tijd. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, ja. 52 seconden, 1700ste. En hij is volledig droog gebleven. Met 6 man aan boord. Dat vind ik een extra prestatie. Ja, niet te hard dansen, want dan gaat hij erdoor, hoor. Jongen, jongen, dat was een mooie race. Ah, als jullie alles zien, Nens. Voorzichtig, voorzichtig. Kijk, ze zakken. Maar zij doen het wel, hè. Ja, daar gaat hij. 1 minuut 20 en nog wat. En dat is een goede tijd. En de boot. In 3 uur tijd zo'n mooie kartonnen boot bouwen. Het is meer een bakkie. En eens even kijken. Allemaal lid van de scouting Cornelis Lely in Almere. Kun je ook zien aan de pakken met zijn vijver erin. En de loper is onderweg. 41 seconden, de te kloppen tijd. Ik ben benieuwd of dat nog gehaald wordt. Want hij gaat erg goed. De boot gaat zeer goed. Je kan dat zien. Hij vaart snel. Ligt al een klein beetje voor op de loper. Ja, het zijn de mensen van de scouting. Die zijn gewend om enigszins dit soort dingen te doen. En veilig over het water te komen. Ah, de snelste tijd halen we net niet meer. Maar we kunnen nog duidelijk binnen de minuut komen met deze groep uit Almere. Als je maar snel omhoog komt op die laatste schijf. Je pakt de stok en je belt met de hand. Ja hoor, binnen de minuut. De scouting uit Almere. Ja, je wilt erbij, hè? Ik kan me best voorstellen. Hier is de cementeerlijn nummer 5. Krijgt 22 punten van de jury. Deellijn is klaar. Attentie. En hij staat nog steeds als snelste tijd. 41 seconden. 2000ste. Gaan we nou doen de stuurman te water gooien? Dat is ook alweer ja, een vorm van gretigheid die je toch niet tentoon moet spreiden bij deze wedstrijd met deze kartonnen boten. 1, 2, 3, ja. Al ga je met z'n 10, het schijnt allemaal te kunnen. Het gaat nog snel ook. Let op die vorm. Ja, daar is toch goed over nagedacht. En dat allemaal in 3 uur. Ik weet niet wat verstandig is om met dat bord te gaan. En wat dit is, dat is een heel apart beeld. Ze waren er weer bij pompen of verzuipen. De kartonnenboot is een mooie ontdekking bij te land, ter zee en in de lucht. Velen halen het niet. Deze blijft ook mooi. Kijk, kijk. Ja, en deze ook niet slecht natuurlijk. En voor de lopers was het ook best een zware dag. Toch, hè, als je blijft zitten, dan kan zo'n kartonnenboot zeker de finish halen. Maar zo moet je niet in de boot. Ach, en de aanmoedigingsprijs gaat naar de Pony Express van de Ukuluus uit Arnhem.